hebben over twee verschillende dingen. Een stukje homepagina, wat super belangrijk is. En hoe zet je nou je store op? Hoe bouw je nou je webshop goed? Ik weet dat Latisha daarmee bezig is. Dus dat is voor jou super handig om dat te doen voor je huidige Shopify store. En hoe moet je die nou bewerken? Het is heel belangrijk om een hele nette homepagina te hebben. Dat alles duidelijk is. Dat alles simpel is voor je klanten. Dat je dat niet te moeilijk maakt. Banner is optioneel en je banner is eigenlijk het bovenste gedeelte. Je moet eigenlijk een laadtijd hebben van maximaal 3 seconden. Dus dat raad ik sowieso altijd aan om te doen. En je banner is eigenlijk het bovenste gedeelte. Dus je announcement dit en dit hele pagina. Dus dit moet binnen 3 seconden geladen zijn. Anders is je store te langzaam. Ik raad altijd aan om op PageSpeed Index te kijken van hey, hoe snel is je store nou? Want hoe langzamer je store is, zowel op mobiel, zowel op desktop, gaat gewoon zorgen voor minder conversie. Dus je wil zorgen dat je webshop zo snel mogelijk is ingesteld. En je kan het door iemand uit Fiverr laten doen. Ik zou nooit aangaan van Shopify heeft altijd dat ze ook zeggen van hoe snel is je webshop nou? Dat vertrouw ik nooit zo goed. Dus ik zou altijd kijken van hey, op PageSpeed Index of een andere site van hey, hoe snel is mijn webshop en kan ik daar iets aan veranderen? En zeker op de productpagina. En dat, die score is meestal gebaseerd op van 0 tot 100. Dan wil je echt minimaal een 80 in scoren in het groen op zowel desktop als op mobiel. Oké, nou het logo van je store. Hoe moet je logo eruit zien? Nou, je hebt natuurlijk altijd meerdere logo's die je zelf altijd wel kent. Van Bol, van Facebook, van Zoom. Het zijn eigenlijk hele simpele logo's. Je logo moet echt iets uitstralen. En zeker voor de stores die wij hierin bouwen. Je hebt eigenlijk een store waarin je alles verkoopt. Dus een general store verkoop je ook kattenproducten, maar ook speelgoedproducten, maar ook fashion, beauty. En dat doen we eigenlijk bewust om zoveel mogelijk dingen, verschillende dingen te testen. En daarin verschillende producten te testen. Goedenavond jullie. Dus dat is eigenlijk wat we hierin doen. Dus je logo moet clean zijn. En ik raad aan om je logo zo groot mogelijk neer te zetten in je store. Voor hogere perceived value. Moet natuurlijk wel in goede pixels zijn. Maar het moet ook te maken hebben met wat is jouw merk en wat doet het. Dus je kan bijvoorbeeld een general store hebben die iets meer gericht is op beauty producten. Dus dan kan je daar iets meer in doen. Dat heb ik bijvoorbeeld bij deze store gedaan. Dat is een iets oudere store. Dan zie je echt dat, ja, het deed gewoon Belavi, maar je ziet in de B zie je een soort van een gezicht van een vrouw en op de I staat een hartje. Dus het is een soort vrouwenachtige store. Ik heb deze store best wel lang tijdje gedraaid, voornamelijk vorig jaar. Dus het is wel een general store, maar het heeft wel een klein tintje van een soort niche erbij. Dus ja, als je hier een winnend product hebt van je general store, dan wil je uiteindelijk een niche store van maken. Oké, nou alle links en pagina's die je sowieso nodig hebt voor je productpagina geldt niet voor Bol. Bol regelt alles voor jou, maar voor je eigen Shopify store is het heel belangrijk om algemene voorwaarden te hebben. Retourbeleid, privacy policy, track order pagina van dat je klanten kunnen tracken wanneer je order binnenkomt. Nou, je over ons pagina, contact ons en FAQ pagina. Het zijn hele basic dingen en ik zou gewoon kijken van hey, hoe zet een concurrent deze in elkaar? Je hebt geen jurist of wat dan ook nodig om die voor jou te gaan laten schrijven deze tijd. Ik zou kijken van, hey, hoe ziet een goede algemene voorwaarde eruit? Pas je aan in je eigen stijl, that's it. Daarin mag je van mij wel kopiëren en plakken. Vaak ben ik niet fan van copy-paste, maar voor dit soort dingen is het gewoon belangrijk dat je deze wel hebt, want anders kan je geen betaling ontvangen met Molly, Shopify Payment, Stripe. Dat is precies wat ik nu ook heb meegemaakt, dat ik daar wat problemen mee heb. Dus dat heb ik laatst ook aangepast. Shirley, je had een vraag? Oh. Ja, klopt. Via welke manier doe jij die order tracking eigenlijk? Via Shopify dan? Ik heb een Track Genie, is een app. Gebruik ik zelf. Er zijn meerdere apps voor in de Shopify App Store. Ik gebruik zelf Track Genie of Track Genius. Heet het als het goed is. Maar is dat tracking of echt tracking? Ja, dat is wel echt tracking. Wel een echte, oké. Ja, ja, ja. Dus ja, ik heb momenteel maar 1 store die ik zelf run. En daar hebben we al voorraad bij. Dus daar is het wel heel belangrijk bij dat er snel geleverd wordt. Want we hebben ook een snelle levertijd die we beloven aan de klanten. Dus dan raad ik sowieso een trackingpagina aan. In het begin is het niet per se nodig. Want stel je voor, je hebt bijvoorbeeld 10 of 15 dagen levering. Dat is niet heel netjes om neer te zetten. Maar je wil wel gewoon goede klantenservice daarin leveren. Dan heb je je winnaar wel te pakken, raad ik het sowieso aan deze pagina op je store te zetten. Zo. Verzendkosten. Nou, in het begin wil je sowieso altijd gratis verzending toepassen op je store. Maar ik gebruik eigenlijk ook altijd first class insured shipping of een soort verzekerde verzending. Nou, in principe stelt het niet heel veel voor, maar stel je voor het pakketje van de klant gaat kapot. Hebben ze een soort verzekering of in ieder geval de klant heeft het gevoel dat hij een verzekering afsluit.
op jouw product, zeg maar, en op de verzendkosten, dat die wat extra veiligheid daarin heeft. En daarin heb je eigenlijk wat extra meer marge. En mensen zijn vaak bereid die verzendkosten te betalen, omdat ze zich dan daarin wat veiliger voelen. Dus je kan bijvoorbeeld bij die verzendkosten ook bijvoorbeeld track and trace bijvoorbeeld toevoegen. Dat als je die extra verzendkosten neemt, dat je de track and trace krijgt. Of dat je bijvoorbeeld snellere levertijd hebt, ik noem maar wat. Dat zijn een paar extra dingetjes die je kan gebruiken gewoon voor extra marge, om wat sneller winstgevend te worden. Is eigenlijk puur een plus voor jou. Niet per se heel erg voor de klant, tenzij er echt dingen kapot gaan. Maar dat is eventueel voor een later stadium. Je hebt nou producten die je vindt voor je Shopify Store. Die hebben vaak meerdere varianten, of meerdere kleuren, of meerdere groottes. En ik wil eigenlijk altijd dat je uitgaat van maximaal 4 varianten. En dat zijn altijd de beste 4 verkopende varianten die je daarin wilt zetten. En dat kan je zelf heel gemakkelijk zien op AliExpress of waar je leverancier ook vandaan is. Kijk gewoon bij recensies en dan zie je van hey, welke kleur wordt het vaakst gekocht. Is dat zwart, wit? Zet je die tweede sowieso bij. Nou, hoe meer varianten je hebt, hoe lager je conversiepercentage is. Dus ik zou nooit aanraden om meer keuze te doen. Dat is gewoon puur slechte marketing. Hoe minder keuze, vaak hoe beter. Maar als je echt een product hebt met bijvoorbeeld meerdere varianten, meerdere groottes, meerdere kleuren, kan je dat zeker aangeven. Met een maximaal van 4. Voor bol raad ik dit niet aan. Daar wil je gewoon product 1 voor 1 online zetten en daarna pas eventueel dingen erbij gaan doen. Maar dat tezijde. Nou, hoe wil je nou dat je productpagina eruit ziet? Want je productpagina is de belangrijkste pagina op je store. Dus we runnen impulsadvertenties richting je store. Dan wil je sowieso een groene koop nu knop hebben, maar ook een sticky add to cart. Ik gebruik persoonlijk Vitals voor mijn sticky add to cart. En ik gebruik heel vaak trust badges onder mijn koop nu. Of payment icons. En payment icons zijn eigenlijk PayPal, Ideal, Klarna. Net onder je koop nu knop. Maar je hebt ook trust badges eronder. Die zal ik straks na de call ook wel even doorsturen. Dat is eigenlijk gratis verzending. Eigenlijk hele grote stores gebruiken die in Amerika. In Nederland gebeurt het iets minder. Maar ik merk voor mijn conversiepercentage dat dat heel goed werkt. Nog beter dan payment icons. Dan gaan we door naar je omschrijving. En dat is het allerbelangrijkste. Daar heb ik eigenlijk de afgelopen jaren een eigen concept in bedacht. Waarin we eigenlijk 3 dingen steeds herhalen. Nou, je hebt altijd eerst de pitch. En daarin pitch je echt de klant waarom moet hij het product kopen. Daar ga ik zo meteen een aantal voorbeelden van laten zien. Dan hebben we nog benefits. Wat zijn de voordelen van je product? Want mensen kopen op voordelen en niet op eigenschappen. En relatable story. Dat je echt een connectie maakt met de klant. En waarom doen we dit nou? Om echt die connectie met die klant te krijgen. Zodat hij sneller gaat kopen. Je ziet heel veel mensen copy-pasten qua omschrijvingen. Zeker op Bol, maar zeker ook op Shopify. En hiermee kan je er echt bovenuit springen. En ik zie hier, gemiddeld bij mijn studenten van nu, maar ook van voorgaande jaren bijvoorbeeld, dat die een conversiepercentage halen van 5 en 8%. Ook op hogere schaal, wat super hoog is. En je moet ongeveer denken dat je gemiddelde conversiepercentage 1,8% is op een gemiddelde store voor de eerste aankoop. En voor degenen die zich afvragen wat dat is, je conversiepercentage is het aantal mensen dat koopt op je store. Dus stel je voor, je hebt een conversiepercentage van 2. Op 100 bezoekers heb je 2 bestellingen. En mijn store die ik nu run, die zit ook meestal tussen de 4 en de 8. 4 en de 8 gemiddeld. Dus op 100 bezoekers hebben we meestal 4 tot 8 orders. En die mensen kopen vaak ook meerdere producten. Omdat we een soort product verkopen waarbij het logisch is dat mensen er meer kopen. Dat is gewoon puur slimme marketing. En daardoor maak je ook veel sneller meer winst. Ben je altijd beter dan je concurrent. Nou, voor degene onder ons die al een Shopify store hebben, Shirley, Laticia, Sharon volgens mij eerst ook, nu weet ik niet eerlijk gezegd. Maar het is heel belangrijk om alles heel simpel te houden. Ik hou zelf heel erg van blauwe kleuren. Je ziet hier Facebook, Zoom, IMU staan bovenin. Nou, dat zijn gewoon Coolblue, heb je bijvoorbeeld ook Bol. Dat is allemaal blauw en blauw is echt een hele goede kleur om te gebruiken. Het is lekker simpel. Dat raad ik ook altijd aan om daarin lekker te beginnen. Ik heb hiervoor een vrouwelijke achtige store gekozen. Nou, je begint altijd met een slideshow. Daar gebruik je eigenlijk altijd een foto. Nou, hier heb ik een foto van een vrouw, van een lachende vrouw gebruikt. Puur omdat dat meer emotie overbrengt dan iets anders, dan gewoon een kast of wat dan ook. Het staat heel simpel, shop onze collecties. Ik zou altijd beginnen met je bestsellers te laten zien. En dit waren ook daadwerkelijk bestsellende producten vorig jaar op deze store. Voornamelijk dit product en deze. Die hebben heel veel op impulsadvertenties kunnen verkopen. Het zijn misschien niet de allerbeste producten geweest qua hoogte van de prijs. Dus waren relatief goedkope producten. Maar omdat we redelijk goede marketing angles hadden bedacht, goede videoadvertenties, was het heel snel winstgevend. Dus het ligt niet altijd aan je product. Je product moet eerst goed zijn. En daarna moet je weten van, hey, hoe verkoop ik nou mijn producten goed?
Dan heb je nog je collecties. Nou, omdat dit een vrouwelijke store is, heb ik hiervoor make-up, accessoires, kleding gekozen. Heel simpel, niet te moeilijk maken. En dan nog een missie van, hey, we willen zoveel mensen helpen. Precies dezelfde vrouw. Het zijn allemaal copyright-free foto's van het Shopify. Die werken prima. Eigenlijk heel simpel. En dan nog richting de nieuwsbrief. Daar halen we persoonlijk ook heel veel uit. We hebben ook een samenwerking met Jelmer. Die eigenlijk voor mij ook mijn stores doet. Ik heb vroeger altijd met Amerikaanse gasten gewerkt qua e-mailmarketing. Maar ik vind het wel fijner om Nederlanders in mijn team te hebben. Omdat die ook de taal spreken en wat aangepaste e-mailflows gaan maken. Maar ik zou zeggen, totdat je je winnaar hebt. Dus in het begin op je general wil je eigenlijk gewoon basic flows upstellen in je e-mails. Dus een banded card, nieuwsbrief, welkomstletter. Eigenlijk de allersimpelste dingetjes voor een paar extra procent omzet. En laten we zeggen, draai je tussen de 5 en 10 orders per dag. Dan is het interessant om te gaan kijken om e-mails uit te besteden. Want daar zit gewoon ook heel veel geld in. En gratis marketing, dus dat scheelt altijd. Oké. Even kijken, ga ik deze helemaal van boven doornemen. Dit is een goed lopend product van vorig jaar. Deze laat hij niet. Het zijn eigenlijk tandenborstels voor kinderen. Een heel simpel product was dit. Nou, je begint altijd met de pitch. Die hebben we hier heel simpel gehouden. Dit is geen bestaande review destijds. Er zijn wel wat veranderingen geweest in wat voor reviews je eigenlijk mag doen en wat niet. Ja, iedereen blijft het doen, dus ik zie daar zelf nog geen consequenties van. Dus dit is gewoon een niet bestaande review. Zelf geschreven destijds nog. Dus dat hebben we hier staan, geverifieerde koper. Ik zou altijd deze flow aanhouden. Enige verschil ten opzichte van Bol is dat je dit niet gebruikt. Dus dan begin je vanaf de pitch. En wat doen we nou precies in die pitch? Dat doen we het eerste stuk, doen we eigenlijk inspelen op de pijnpunten van het product. Nou, het is een uitdaging voor kinderen om hun eigen tanden te poetsen. Er blijven bacteriën achter, slechte mondhygiëne. Eigenlijk puur op de pijnpunten speel je in op het eerste deel. Zodat de klant echt die connectie voelt van, hey, ik heb dit probleem. En mensen zijn bereid veel geld te betalen voor de oplossing. En daarna introduceer je in principe je product. Nou, hands-free tandenborstel, unieke één-knopsbediening. Wat krijgt de klant ervan? Luxe, een vrolijke lach, schone tanden. Dat zijn de belangrijkste dingen van dit product. Nou, in dit geval heb ik gekozen voor gif. Persoonlijk heb ik niet heel vaak gifs gebruikt de afgelopen jaren. Maar deze illustreert wel goed wat het product nou doet. In principe schone tanden. Oké, en dan hebben we waarom jouw productnaam jouw leven zal veranderen. Hebben wat voordelen bij staan. En eigenlijk zijn die altijd twee zinnen. Dus deze gaat zacht en comfortabel. Nou, het is gemaakt met zachte siliconen, borstelharen. Dat maakt het comfortabel. Nou, dat is het eigenlijk. Je legt in de eerste zin echt uit wat het voordeel is. En in de tweede zin leg je uit wat doet dat voor de klant. En dat wil je hetzelfde ook op Bol doen. Dat je ook die voordelen hier hebt staan. Dan kan je ook met groene emotievinkjes werken. Hoeft niet per se, maar kan zeker. En voor Bol hoef je geen foto's ertussen te zetten. Want die staan natuurlijk al op je listing. Maar voor Shopify is dat zeker een aanrader. Ik doe dat meestal na 2, 3 stukjes tekst en foto. Om het wat interessanter te maken voor de klant om het te lezen. Hier ook weer een simpele foto. Nog 2 benefits. In principe heel simpel. Oké, en dan hebben we de relatable story nog erbij. Dus daar maak je ook nog een connectie met de klant. Van, hey, we begrijpen hoe moeilijk het is om tanden te poetsen voor kleine kinderen. Wat krijgen ze ervan? Ernstige gezondheidsproblemen. Ze lopen achter op school, dat soort dingen. Je focust hier weer echt weer op het probleem. Voor de tweede keer, maar in een andere soort type context. En dan in het tweede deel doe je eigenlijk precies hetzelfde. Je vormt de oplossing. Nou, de klant heeft een redelijk stuk gelezen vanaf hier. Dus het is al redelijk wat om ze hier te krijgen. En daarin wil je daarna eigenlijk zo een soort beloning geven. En ik geef ze altijd de beloning van, hey, je krijgt een 10% kortingscode als je de code X gebruikt. Want de klant heeft helemaal vanaf boven naar beneden gelezen. En dan heeft hij een soort van voldaan gevoel, omdat hij ook nog een korting krijgt voor het hele lezen van de omschrijving. Want veel mensen zullen heel vaak gelijk al afhaken of gelijk al kopen. Oké, ga ik nog een ander product erbij zetten. Dit product was heel goed lopend vorig jaar nog. Is nu wel redelijk verzadigd, eerlijk gezegd. Ook voor Bol en voor Shopify. Het is eigenlijk een verstelbare douchekop. Nou, daar spelen we ook in van mijn badkamer is altijd nat na het douchen en kost me veel tijd om dit allemaal schoon te maken. Weer met de review. Ook weer zelfbedachte review als het goed is, als ik me goed herinner. Dus dat is in principe nog steeds geen probleem. Nou, dan speel je weer in op de pijnpunten van de douche. Van als je geen verstelbare douche hebt, ongemak, lage waterdruk. Je wordt niet overal nat. Het is onaangenaam. Tweede deel speel je weer in op plezier. Dus revolutionaire douchestraal, 360 graden, spa-achtige douche-ervaring. Dus dat zijn echt de positieve dingen van dit product.
Het is klein, makkelijk, maar ook 360 graden. Dat maakte dit product dat het zo goed deed, omdat het echt opviel, omdat je echt het helemaal kon verstellen destijds. Nou, hier ook weer precies hetzelfde. De flow is eigenlijk altijd hetzelfde. En in e-commerce doen we gewoon eigenlijk heel vaak dingen hetzelfde, want dingen hetzelfde doen werkt hierin. In andere sectoren is dat net wat anders, maar hier doen we gewoon eigenlijk altijd hetzelfde. Weer voordelen, weer 1 tot 2 zinnen. Eerst uitleggen wat het voordeel is en daarna wat het doet. Nou, in dit geval baden onder waterstroom zorgt voor ultieme ontspanning. Je verbruikt in principe minder water. Nou, dat bespaart je heel veel tijd en heel veel geld in principe. Dus dat is ook een voordeel waarom je dit product zou moeten kopen. Nog een foto ertussen. Daarna weer twee voordelen, ultieme keuze, waarom moet je dit product nemen? Oké. Dan hebben we hier weer een relatable story. Nou, heel erg vervelend als je te lage waterdruk hebt in je douche. Super frustrerend. Zorgt voor veel tijd. Je komt te laat op je werk. Dat soort dingen. Nou, hebben we ook nog een recente studie die ik vaker bijzet. Waarin je €400 per jaar weggooit als je dit product niet gebruikt. En te lang onder de douche staat, om het zo maar te zeggen. Nou, het moet wel een feit zijn. Dus geen studies gewoon zomaar bedenken. Dus dat raad ik niet aan. Daarna hebben we weer de oplossing. Waterabsorberende douchekop, perfecte waterregelaar, persoonlijke spa-achtige douche. En daarin eindigen we altijd weer met de belofte. Okay. Gaan we door naar een volgend product. Het is ook weer een heel verzadigd product ondertussen. Blackhead Remover. Voor Bol ook heel erg verzadigd. Voor Shopify zeker. Nou, mijn gezicht zat altijd vol met meeeters. Dus weer een review van waarom ze dit product moeten kopen. Ze raadt het 100% aan en keek erin uit om er nog een te kopen als cadeau voor mijn vrienden. Oké. En daarin spelen we in het eerste deel weer precies hetzelfde in op de pijnpunten. Dus op het probleem, het verliezen van zelfvertrouwen, frustrerend, ontwetend. Je ziet er minder goed uit in je gezicht als je meeeters hebt. En in het tweede deel focussen we echt op het voordeel van dit product. Dus dat is ook heel interessant. Oké. Nou, het reinigt van binnenuit. Zuiverste looks, je gaat er beter uitzien. Hier ook weer de benefits. Super veilig. Dat hebben mensen met dit soort producten altijd. Het moet veilig zijn, het moet pijnloos zijn. Het moet snel zijn, het moet gemakkelijk zijn, daar houden mensen van. Hele goede foto dit nog erbij. Volgens mij heb ik deze zelf destijds nog van Bol gebruikt. Dus daar zou ik ook naar kijken. Van, die hebben gewoon Nederlandse tekst. En vaak staat daar geen copyright of iets bij. En zijn het gewoon AliExpress producten. Dan kan je die gewoon pakken. Nou, het zorgt voor een gezonde jeugdige uitstraling, dit soort producten. Dus het verbetert zelfvertrouwen, verbetert gemak. Super eenvoudig, super klein. Kan makkelijk meenemen. Hier heb ik zelfs nog een review verzameld van een klant destijds. Dus dat is ook handig om te doen. Eventueel een testimonial. Het is gewoon een YouTube-video van dit account. En dan kan je dat uploaden. En dan hebben we hier nog weer een relatable story, net als altijd. Nou, hoe moeilijk het is als je huidproblemen hebt, als je slechte huid hebt, slecht voor je zelfvertrouwen, frustratie, je wordt onzeker, je hebt stress. En terugkerende huidproblemen zijn het in principe. Nou, daarin geef je in het tweede deel weer de oplossing aan. Op waterbasis. Het is super veilig, super effectief. Wat krijg je ervan? Zijdezachte, gladde huid, meer zelfvertrouwen, een mooie glimlach, een beter leven. En als mensen dit soort productomschrijving lezen, zijn ze veel sneller geacht iets te kopen dan dat ze gewoon een gekopieerde zien met heel erg snel in elkaar gezet en wat benefits. Nou, dit soort dingen kan je redelijk snel tegenwoordig in elkaar zetten met AI-tools. Vroeger moest je dit letterlijk handmatig doen of iemand inhuren die dit voor jou ging doen. Dus via AI kan je gewoon letterlijk vragen van hey, schrijf relatable story 1. Zin 1 is dit, zin 2 is dat, zin 3 is dat. Het staat ook helemaal in de manual uitgelegd, dus het is ook super handig om die erbij te gebruiken. Oké. Is ook weer een product dat we hebben verkocht. Is ook redelijk verzadigd en redelijk lage kwaliteit. Dat merkte ik wel bij het verkopen van dit product, omdat het plastic was. Oké. Nou, ik wilde even wachten met het schrijven van de review om te kijken of alles geweldig werkte. En dat deed het. Meerdere keren gebruikt. Altijd standaard die review weer bovenaan. Nou, dan weer het probleem. Het is inefficiënt als je veel zooi hebt in je keuken en niet netjes is. Dan heb je een slechter leven, slechte energie, een slechte relatie met je partner, slechte relatie met je kinderen, om het zo maar te zeggen. Je moet echt inspelen op de pijnpunten en dat ook overdrijven waar kan. Nou, dit is probleemloos, gemoedsrust. Het is niet een super uniek product, maar soms zal het lastig zijn om voordelen voor je product te verzinnen. Dat heeft vaak te maken dan met je product. Dus dan heb je misschien niet het juiste product gekozen. Dit product wel winstgevend kunnen draaien in Nederland, België, Duitsland, Oostenrijk. Maar niet super lang, omdat de kwaliteit van dit product gewoon extreem laag is. Nou, dan nog de voordelen van dit product. Telescopisch onderwerp, kleeft aan de muur. Bespaart ruimte in je keuken, wat super handig is. Bespaart water, waardoor het ook geld bespaart en
tijd bespaart die je met je gezin zou kunnen doorbrengen in principe. Dan nog twee andere benefits: eenvoudig onderhoud, georganiseerde keuken, kenmerkende handdoekstang. Je wil eigenlijk zorgen voor goede benefits die echt passen bij je product. Nou, bij deze heb ik een how to use, want het is wel handig dat mensen weten hoe ze dit product in elkaar kunnen zetten. Anders krijg je altijd dezelfde vraag in klantenservice en daar zit je niet op te wachten. Dus heb je een product waarbij het logisch is om een how to use of hoe moet je gebruiken erbij te zetten, zou ik dat zeker doen. Dan bespaart je gewoon hier enorm veel tijd in het beantwoorden en dat maakt het voor de klant ook een stuk duidelijker. Nou, hierin gaan we weer met de relatable story 1. Precies weer hetzelfde inspelen op hoe lastig het is om een schone keuken te hebben, hoeveel ziektekiemen en bacteriën je krijgt in de keuken. En daarin geef je in het tweede deel altijd weer aan van waarom dit product, dat ze dit moeten kopen. Nou, bespaart tijd, bespaart geld, rommelvrije keuken, het is praktisch, het is klein. Dus dat is heel belangrijk voor dit product. Oké, okay, even kijken of ik deze weg kan halen. Dan de laatste twee. Het is een van mijn best verkochte producten geweest de afgelopen jaren. Heel erg hard kunnen schalen in meerdere landen. En omdat het gewoon een facelifter is. Mensen willen er gewoon goed uitzien in hun gezicht. Het is een redelijk prima product. En dit soort producten kan je echt makkelijk tussen de 50 en 100 euro in, kopen, verkopen, sorry, op impuls. In het begin heb ik heel veel jonge vrouwen gebruikt als advertenties. En daarin kreeg ik heel veel haatreacties van oudere vrouwen. Van, hey, ja, jongere vrouwen hebben gewoon een betere huid dan oudere vrouwen. Hebben we later aangepast. En toen ging het eigenlijk alleen nog maar beter. Dus dit is echt een super product. En heel veel mensen hebben die hier gewoon last van. Zeker op latere leeftijd. We hebben een echte review van kunnen verzamelen. Nou, en dan spelen we weer in van verslapping, veroudering van de huid. Als je dit product gebruikt, krijg je een gedefinieerde gezicht. Nou, dat soort mensen op latere leeftijd willen niet elke dag naar de sportschool en hunzelf uithongeren met een dieet bijvoorbeeld. Dat geeft een frustrerend en ontdaan gevoel. Nou, met dit product heb je in principe een betere kaaklijn, een betere huid. Vraag ze altijd of dit soort producten werkten, maar ik zag wel resultaat bij mijn eigen klanten in principe over tijd, die heel tevreden waren met dit product. Dus dat is altijd mooi meegenomen. Nou, unieke gezichtsmassage tool. Je krijgt een betere look, een betere gezichtsvorm, wat heel handig is. Microstroomenergie, dus het is ook veilig. Je gaat er gewoon beter uitzien, meer zelfvertrouwen. Nou, waarom dit product jouw leven zal veranderen? Het versterkt de huid, het geeft ook een ontspannende massage. Dus naast dat je een beter gezicht krijgt, is het ook relaxend en ontspannend aan het eind van je dag bijvoorbeeld. Nou, een betere gezichtsvorm, dat zorgt ook voor meer zelfvertrouwen. Heel simpel. Oké, dat is 7 in 1, dus het heeft meerdere functies, wat ook super handig is om te benoemen bij je product. Hands-free gebruik, dus je hoeft hem niet zelf vast te houden als je hem op hebt. Wat super handig is en is perfecte manier om te multitasken, even op je telefoon zitten of whatever, of wat je ook aan het doen bent. Bij dit product is het ook wel handig om te weten van hoe gebruik je dit, hoe zet je het op je hoofd voordat de dingen fout gaan. Dus dat hebben we bij dit product ook gedaan. Oké, pakket bevat hebben we bij deze ook gedaan, want er zat een verstelbare riem in, een oplaadkabel en een gebruiksaanwijzing. Hoeft niet bij elk product, maar bij dit soort producten is het gewoon handig dat de klant weet, wat krijg ik nou thuis? Oké, dan hebben we hier weer Relatable Story 1. En daar zie je weer hoe lastig het is. Je komt eigenlijk weer terug op pitch 1, wat je daarin hebt gezegd. Nou, hoe lastig is het om een goede gezichtsvorm te krijgen en je bent niet zeker van je uiterlijk? Dat is zeer, zeer frustrerend. Zeker als je al meerdere producten hebt geprobeerd en die werken allemaal niet. Dus dat is ook zeer belangrijk om te gebruiken. Nou, biedt een unieke en comfortabele manier voor een gladdigere en stevigere huid. Ontspannende massage en boost zelfvertrouwen. Eigenlijk komen eigenlijk altijd de standaard dingen weer terug. Comfortabel, ontspannend en boost zelfvertrouwen. Wat heel belangrijk is om voor elk product te gebruiken. Van hey, wat zijn de benefits voor dit product? En daar spelen we eigenlijk elke keer op in. Het product is alleen steeds anders. We hebben nog een heel goed lopend product dat ik vorig jaar heb gebruikt. Het is eigenlijk een aquamat. En iedereen heeft in principe een badkamer. En wat dit product nou deed, is dat het zelf water absorbeert. Dus dat het niet nat blijft in je badkamer. Nou, heel simpel product. Je zou denken, ik kan dit ook bij de Action of de Gamma halen. Maar hier was zoveel vraag naar dit soort producten. Vooral afgelopen jaren. Dat dit echt een super product was om te verkopen. En echt een wow factor had. Zeker in de advertentie die we hebben gebruikt. Hierin hebben we ook weer een echte review kunnen verzamelen, gelukkig. Dus dat is ook altijd mooi meegenomen. Nou, de badkamer was altijd nat en het kostte veel tijd. Eigenlijk komt het weer op hetzelfde neer. Het is geen geheim dat een goede douche een perfect begin of eind van elke dag is. Nou, hoe belangrijk douche is en iedereen doucht gewoon. Nou, het laat een pijnlijk en ongenaam gevoel achter, zelfs als je kan uitglijden in je douche in principe als het nat is. Dus dat is niet chill. Plus dat het je ook tijd kost om alles weer op te ruimen en dat dat gewoon
ja, niet bevorderlijk is aan het begin van je dag als je gewoon haast hebt. Ja, het is anti-slip, het is absorberend, super veilig, het ziet er mooi uit. En je kan hierdoor genieten van een comfortabele douche en een rustige dag hebben. Nou, redenen waarom dit product jouw leven zal veranderen. Het is super zacht, waterabsorptie. Hier spelen we echt weer in op de benefits. Dus op uniek comfort, geavanceerde ondersteuning, luxe ervaring, sterk waterabsorberend vermogen, veilig, gemakkelijk. Eigenlijk puur op benefits. En dat wil je eigenlijk voor al je producten gaan doen. Oké, okay, weer foto. Heel simpel weer. Nou, anti-slip. Zorgt voor gemoedsrust, zorgt voor veiligheid. Niet heel lastig, maar het werkt wel heel goed. Nou, ze begrijpen hoe moeilijk het kan zijn om de juiste badkamer te vinden die geschikt is voor de familie om veilig te gebruiken. Daarin heb ik hierin ook ingespeeld. Vooral op kinderen die dit product ook gebruiken, die wat jonger zijn, die eventueel kunnen uitglijden. Of mensen op leeftijd. En dat wil je ook eigenlijk verwerken van, hey, wie is nou mijn doelgroep? En wie ga ik nou aanspreken in deze omschrijving? Nou, zeker als er voortdurend ongemak en tijdverlies is in de badkamer als je uitglijdt of dingen moet opruimen, dat soort dingen. Daar zit je gewoon niet op te wachten, zeker als mensen naar hun baan moeten bijvoorbeeld. Dan ga je weer de oplossing geven. Moderne accessoires voor de hele badkamers, voor luxe, het schoon. Eigenlijk heel simpel. En het hele ding van de hele, deze omschrijving die we vandaag gedaan hebben, is van, hey, je kaart eerst het probleem aan. Mensen hebben een probleem. En daarna geef je de oplossing. Want mensen kopen veel sneller op pijn dan op plezier. Dus speel echt in op die pijnpunten van je klant. Ook voor Bol. Het enige wat je anders doet op Bol is geen review en geen belofte. Voor de rest is het prima. En geen foto's. Dus dat is heel belangrijk voor iedereen die er vandaag bij is om dat mee te nemen. Voor alle huidige omschrijvingen die je nu doet. En als je dit toepast, ga je meer sales maken. Want je conversiepercentage gaat omhoog ten opzichte van wat je eerst hebt gehad. Oké, okay, nice. Dat was het eigenlijk al in het kort.